Wij hebben in 2018 de Stuiveling Open Data Award gewonnen voor de website polyflow.nl. Polyflow verzamelt alle nieuwsberichten die politieke partijen op hun website zetten. Dus van de VVD Maastricht tot naar de SP Groningen. Ja, Polyflow is handig voor journalisten. Veel journalisten maken gebruik van ook de mogelijkheid om alerts in te stellen. Dus om bepaalde politieke partijen uit een bepaalde regio bijvoorbeeld te volgen. Of bepaalde onderwerpen juist goed in de gaten te kunnen houden. Ik kan me voorstellen dat ook politici en ambtenaren en beleidsbeïnvloeders veel hebben aan Polyflow om dezelfde reden. Omdat ze onderwerpen ofwel partijen ofwel personen kunnen volgen. Dus ben je geïnteresseerd in wat politieke partijen op hun website zetten en ook op hun Facebookpagina's, kun je voortaan naar die website. En alle data wordt ook als open data gedeeld, dus je kunt er een nieuwe toepassing mee bouwen, nieuwe analyses mee maken. Open State Foundation is een onafhankelijke stichting die overheidstransformatie bevordert. Wij betalen samen aan onze overheid en wij willen dus ook de informatie die de overheid met dat geld produceert inzichtelijk maken. De vier hoofdthema's voor ons zijn verkiezingen, besluitvorming, geldstromen en prestaties. Met enige goede wil kun je daar een democratische cirkel in zien. En op die vier thema's proberen wij met zoveel mogelijk open data de overheid transparanter en dus controleerbaarder te maken voor iedereen die daar belang bij heeft. Maar we helpen de overheden ook daarna om dat te realiseren. Dus wij roepen dat besluitvorming van gemeenteraden beschikbaar moet komen. Of dat financiën van lagere overheden beschikbaar moeten komen. En dan zorgen we dat dat beschikbaar komt, dat de wet daarop aangepast gaat worden. En dat de overheid dat voortaan zelf gaat regelen. Dus we proberen op die manier onze impact te verduurzamen. Dat als wij dan niet meer zouden zijn, dat dat effect nog steeds blijft bestaan. We vinden open data heel belangrijk, omdat het een middel is. En misschien wel het belangrijkste of het mooiste middel dat we hebben voor echte digitale transparantie van de overheid. Met open data kun je hele grote hoeveelheden informatie bundelen en vervolgens inzichtelijk maken. Er is eigenlijk geen andere manier waarmee dat kan. Voorbeelden van onze successen zijn operatieinformatie, waar we hebben gezorgd dat besluitvorming beschikbaar komt van lagere overheden. En dat is ook opgenomen in de wet open overheid als verplichting. En die wet is weer de vervanger van de wet openbaarheid van bestuur. Hetzelfde hebben we gedaan voor WOP-verzoeken. Iedereen kan een verzoek indienen bij de overheid, maar die verzoeken worden niet altijd gepubliceerd. Dankzij de wet open overheid moeten die weer verplicht gepubliceerd worden. Open spending is het derde voorbeeld, waar financiën van lagere overheden beschikbaar gesteld zijn. Dat riepen wij eer een paar jaar geleden. We hebben alles opgevraagd, gepubliceerd. En sinds 2015 publiceert het CBS die actief via de eigen website. En is alles gewoon via de website van het CBS te vinden. Ik vind de Stuiveling Open Data Award een mooie erkenning voor iedereen die met open data werkt in Nederland. Dat kan soms in een zolderkamertje gebeuren wat niemand ziet. Of binnen bedrijven die hele innovatieve dingen en die data met elkaar combineren. Het is vooral denk ik heel fijn om te zien dat de landelijke overheid zo begaan is met open data en dus met transparantie. En hopelijk daarmee andere mensen kunnen inspireren om ook met open data aan de slag te gaan. We hebben het geld gebruikt om Polyflow te verbeteren. Dus er is een mailnotificatiedienst bijgemaakt. Zodat gebruikers die op de hoogte willen blijven van een bepaald onderwerp, een bepaalde partij of een bepaalde gemeente dat kunnen instellen. En we hebben die mailnotificatiedienst hebben we generiek gemaakt, zodat we het voor alle andere diensten kunnen gebruiken. Maar ook ieder andere organisatie die het wil gebruiken, kan het gebruiken, want het is een open source dienst. En we hebben de almanak gebouwd van het budget. En de almanak is een register van alle overheden en politici. Op die officiële overheidsalmanak zitten ongelooflijk veel fouten. Er staan veel namen verkeerd gespeld. Er staat onvolledige informatie op. En andere dingen waardoor overheidsfunctionarissen niet heel goed bereikbaar zijn wat ze wel zouden moeten zijn. En dankzij het prijzengeld van de SODA Award hebben we dat platform kunnen lanceren. En dus een alternatief met, als het goed is, wel allemaal goede informatie van de overheidsalmanak kunnen maken. Ja, ik zou meedoen met de Stuiveling Open Data Award, omdat het is, aan de ene kant is het een platform. Hè. Je komt met je product of met je eigen platform in de picture van een groot publiek. Je laat zien dat je meewerkt aan een open overheid. Als je op onze analytics kijkt van Polyflow, dan kun je zien dat direct na het winnen van de Stuiveling Open Data Award, dat het bezoek enorm gestegen is en ook blijvend gestegen is. Dus ook de Stuiveling Open Data Award heeft gezorgd dat Polyflow meer bekendheid heeft genoten en dat meer mensen de website aan het gebruiken zijn. En het prijzengeld is natuurlijk ook echt heel fijn. Het geeft je net weer wat ruimte om verder te gaan.